Velsing vooraan. Nee. Heeft dit van de hele grote vader gebreken, uitkampioen van Nederland op de weg. En hij wordt eerst dit seizoen op de bouw. Stappen Goosing. De Drentse man dat komt zich de Hans en Stark Koever. Janine Lattes uit Bonneveen plaatst zich ook vooraan daar. De goal onder controle vanuit de vijfkant, maar het is zo wijd die hier mogen is leven. Met nog 10 ronden op de bord. We zien die daar in pas. Als je wat volhoudt daar niet, dan kom je weer terug in het tweede periode. Grote klasse. De kleine Danik Bas maakt de achterstand goed en heeft weer plaats in het peloton. Ik zou er zomaar een applaus voor over hebben. Hij schuift weer in elkaar. De harmonica met nog 2 kilometer wedstrijd, 8 ronden nog te doen, heren, nog 8 ronden te gaan. Daar bloeit wat in de groep. Je ziet die koppen gespannen, ook bij Lisa Broer, daar op de rug van 4, in het midden van de groep. Kijk naar de geraadsuitdrukking als ze voorbij komen. De spanning loopt op nu, 7 ronden nog te gaan. Even ronden nog, we komen naar groep 1. We gaan op zoek naar de eerste beste aanval. Want nu zullen de aanval er nog kunnen komen. Als je geen sprinter bent, moet je nu wat doen. Je vieze boven in je baan zit helemaal opgesloten. Moet er bovenop zoeken om er zien te maken. Tempo is er zo hoog dat waarschijnlijk niemand op dit moment durft te demoreren. We hebben nog 6 ronden. 6 ronden met nog steeds dezelfde man op kop. Ben je ook van voren en zijn er nog steeds de man van de kop als. Ja, Mathes zit erbij, Adelheid zit erbij, Parker zit erbij. Dat zijn mannen die finale voornaam in kwalificeren. Maar we zijn nog niet aan de echte finale. 6 ronden staan we weliswaar, 1,5 kilometer. 5 ronden nog te doen. 5 ronden nog te gaan. Nog steeds blijft alles bij elkaar. De spanveer spant zich steeds meer. Als de mannen hier de streep gaan maken voor van zilver en brons. Tempo gaat steeds meer omhoog. Tempo gaat steeds meer omhoog. We gaan 2, 4, 5 standen naast elkaar. Laatste kilometer wedstrijd 4 ronden nog te gaan. 4 ronden nog te gaan. Als je op deze sprinter bent, moet je nu gaan. Als je nu niet gaat, dan hebben we gezien. Tempo gaat zien te volgen. Als we gaan, gaan ze er nog vallen. Maar we zitten met zo'n grote groep naast elkaar. Dat past straks gewoon op de sneeuwband. We gaan naar 3 ronden, pak ze mee. 3 ronden nog, heren. 3 ronden. 3, 4, 5, 6 man naast elkaar. Onderin is het nog steeds een man met de 14 aanpakjes. Bijna tot de wedstrijd aan de leiding gereden. Kunnen ze het daar nog vanaf doen? Want daar gaan de mannen uit het zadel. We gaan op de pedalen. 2 ronden nog. 2 ronden nog te doen. Iedereen maakt nog kans. 2 ronden nog te gaan. Daar die Hollandes. Daar was die Hollandes van de buitenkant. Hij probeert het ook pas op de vakken. Zal ik een korte zien hebben. Pas op de vakken. Bas Ottervanger en Hogezak. Bas Ottervanger, Vincent Hogezak, geweld voor de laatste ronde. Wel voor de laatste ronde. Ja, dat is Ottervanger en Hogezak aan de buitenkant. Tot nu toe de laatste Ottervanger. Gaat hij dat halen? Jawel, we hebben nog steeds Vincent Hogezak aan de rijden. Vincent Hogezak, dat is de tweede titel halen. Dat is de tweede titel halen. Kampioen van Nederland. Vincent Hogezak. Op de tweede plaats. Danilo Lattes, aan de kerk met de hoofdrijd, aan de kerk met de hoofdrijd. U applaus voor kampioen van Nederland, Vincent Hogezak!